En daar zitten we dan. In-game tegen games for real. Hallo mensen van Minecraft en welkom bij deze gloedje nieuwe video. Vandaag gaan we weer eens iets heel speciaals doen en ik hoop dat jullie er heel veel zin in hebben. Want wij gaan weer Dynasty Duels doen. Misschien ken je het al, misschien niet. Ik heb het al een paar keer eerder gedaan. Maar vandaag gaan we het doen tegen een andere YouTuber. En het is Games for Real. Je hebt misschien al in de titel zien staan, maar laat ons de like achter. Dan gaan we er zo meteen naartoe. Maar eerst wil ik nog iets over de game vertellen voor de mensen die het niet kennen. Dynasty Duels is een RTS game, een real-time strategy game. We spelen 1 tegen 1. Zometeen doen we natuurlijk 4-1-1. Is het en ik moet gewoon zo goed mogelijk spelen. Dat is eigenlijk wel logisch. Ik moet mijn eigen deck samenstellen, laat ik zo meteen eventjes zien. En daarbij kan ik kiezen uit verschillende karakters. En ik moet tijdens de game, tijdens de 1v1, moet ik verschillende grondstoffen verzamelen. Dat soort dingetjes allemaal. Ik laat het zo meteen gewoon allemaal zien. Dat is veel duidelijker dan dat ik het nu ga uitleggen. Alright, hier zien we dus gewoon het menu, het hoofdmenu. Je ziet allemaal dingen die je kan gaan doen ten strijde. Dus natuurlijk beginnen. Maar ik ga eerst eventjes naar de winkel toe, want ik heb volgens mij een dagelijkse beloning. Hier, bam, we kunnen meteen een kist open en ik hoop dat er iets speciaals uitkomt. Puntjes, muntjes en daar heb ik natuurlijk best wel veel aan. En mooie steentjes. Alright, dit is natuurlijk super chill, maar hetgeen waar het allemaal op draait is mijn eigen kaarten. Dit is mijn deck en hiermee ga ik dus natuurlijk de game spelen. Ik zie hieronder ook nog dat ik 2 andere kan gebruiken. Die geit en dat lieve heersbeestje. Hoe heet die eigenlijk? Ik ben wel benieuwd. Skara. En die geit heet Goater. Nou, logisch. Een geit is natuurlijk in het Engels goat. We gaan deze, denk ik, wel eventjes gebruiken. Dus we gaan die gebruiken in plaats van een andere. In plaats van een van die 2 aapjes. We gaan die schietende aap gaan we niet gebruiken. Zo, doen we het zo. Wat trouwens ook nog wel leuk is om te weten, is dat deze game is gemaakt door Game Basics. En dat is het bedrijf achter Online Soccer Manager. Misschien ken je die game nog wel. En dit is dus hun gloedje nieuwe game. Nou, ik heb dus al een paar keer gespeeld. Maar laten we eens eventjes wat gaan upgraden. Dan zijn we zo meteen klaar voor de fight tegen Games for Real natuurlijk. Dat moeten we denk ik wel makkelijk kunnen winnen. Even kijken. Oh, ik kon die aap zelfs nog een keer upgraden. Hoppakee. Deze is level... Oh, ik ben zelfs level up. Wow. Ik ben gewoon level up. En ik kan hier dit gebruiken om een dynasty te upgraden. Alright, dat is ook nog wel chill. Maar ik ga deze aap eerst nog even wat meer upgraden. En dan heb ik, als het goed is, nog één dingetje wat ik kan upgraden. En dat was de Goater. Yes. Alright. Volgens mij heb ik nu alles geüpgraded wat ik maar kan upgraden. Ja, kijk, dit is mijn deck. Hiermee zal ik dus gaan spelen. En je hebt ook nog een trofeeënpad hierin trouwens. Hier kan je dat allemaal zien. En hier kan ik allemaal dingetjes nog gaan claimen. Oh my god. We gaan gewoon nu al de gewone kist. Ik zag ook een zeldzame kist. Oh, een nieuwe! Wat is dit? Levensfontein. We gaan zo eens even kijken wat dat precies is. Ik weet het ook allemaal nog niet. Die heb ik nog nooit gezien in ieder geval. Nou, hier heb ik weer puntjes. Kan ik die aap upgraden bijvoorbeeld? Muntjes. Zonder muntjes kan je niks upgraden. En we hebben hier nog de zeldzame kist. En hierin zit... nog een nieuwe! Oh, Grace. Kijk, die kunnen we ook nog stiekem snel even gebruiken. Zodat we sterker worden, hè. Even kijken. Kaarten. En hier zie ik dus dit... herstellen. Oké, dit is misschien wat chills, meer een healing dingetje, maar ik wil deze schieter wil ik gebruiken. En die wil ik gebruiken in plaats van een andere schieter. Hebben we nog een schieter? Ja, deze hebben we. Deze is wel heel duur hoor, 120. Ik hoop dat we hiermee wel gaan winnen tegen Game for Real natuurlijk. We gaan het allemaal zien. Dylan en ik, die zijn wel echt aan elkaar gewaagd. Deze nog even upgraden. En helemaal klaar. Ik denk dat we klaar zijn voor de Grande Battle. Laat nog eventjes een like achter. En spam lekker in de reacties. Vol wie jullie denken dat er gaat winnen deze battle. Daar gaan we dan. Dit is tijd voor de grote strijd. Ik ben zo benieuwd hoe dit gaat zijn. Ik moet zo gefocust zijn. En daar zitten we dan. In-game tegen Games for Real, the one and only. Oh, hij heeft zoveel meer trofeeën dan ik. Oké, we beginnen met de grondstof. We moeten natuurlijk verzamelen. Even verdediging, kanonskogel. Oh, dit is zo spannend. Nu staat het druk achter. Ik moet natuurlijk wel gaan winnen van hem, hè. Dus dan gaan we eerst even zoveel mogelijk grondstoffen halen. Door allemaal van die slakken het neer te zetten. Oh, ik moet even gefocust doen en alles uitleggen jullie. Ondertussen bouw ik heel veel andere huizen. Die andere huisjes die zijn nodig. Die gebouwen om troepen in te spannen. Er is 1 gebouw klaar, zie ik. 2, 3. 3 gebouwen zijn nu klaar. En de onderste 2 die zijn zo meteen ook klaar. Hoppakee en hoppakee. Maar ik heb meer grondstoffen nodig. Alleen zie ik niet een plekje waar ik die zou kunnen halen. Dus we gaan eventjes een slakje op onderzoek uitsturen. En ik ga beginnen met... kleine dingetjes moet ik eigenlijk zorgen dat ik die heb. Nee, de slak is alweer terug. Er zijn geen grondstoffen in de buurt. Gaan we al pushen? Nee, we gaan eerst troepen denk ik verzamelen. Zorgen dat we die hebben. Kom op, kom op. We hebben meer grondstoffen nodig. We need a lot more grondstoffen. Ik ga ook deze nog even bijmaken, dit gebouw.
Want die aap die nou gebouwd wordt, dat gebouw, die kost niet zoveel om te maken. Die is elke keer maar 50. Oké, we gaan deze vrouw die schiet nog even bijmaken. En dan gaan we zo in één keer pushen, oké? Ik wil eigenlijk wel een beetje de eerste zijn die pusht. Oké, we gaan pushen. Let's go. Alles door het midden. We gooien alles door het midden en dan gaan we zo pushen. Oké, en troepen bijmaken. Meteen troepen bijmaken. Daar gaan we dan. De eerste push is gezet. En we gaan meteen zijn dingen hier slopen. Hoppakee, zijn gebouw wordt gesloopt. Ik ga meteen een slak daarop afsturen. Dat we daar misschien wat dingen kunnen doen. En ik ga meteen aanvallen. Dit ziet er niet aankomen. Wow. Oké. Dit gaat prima. Dikke vette prima. We zetten meteen wat extra troepen erbij. Oh, ze hebben me kapot gemaakt. Oh. Hij komt eraan. Nu wordt het gevaarlijk. Oh my god. Hij komt eraan met al zijn troepen die hij net heeft gemaakt. Troepen bijmaken. Oh, gaat hij nou sterker zijn dan ik? Oh, ik dacht dat ik hem zou kunnen hebben bijna. Maar nou heeft hij mij. Hij heeft mij heel close bijna. Oké. Hij heeft al een gebouw kapot gemaakt. Ik moet al een noodtroep, een nooddingetje inzetten. Dit is een bom. En daarmee verdedig ik mijn eigen stukje land hier nu. Hij gaat me kapot maken. Nooit. Oké, ik heb hem bekend. Oh, dit was een noodgeval. Maar we weten dat hij dus... Oh, daar komt hij alweer aan gepusht. Oh my god, ik dacht dat ik goed was in dit spel. Maar hij is gewoon veel beter dan ik. Hoppakee, maak hem kapot. Snel een beetje. Troepen bijmaken. Meteen troepen bijmaken. Er is zoveel waar je op moet letten. De grondstoffen en natuurlijk de troepen die we elke keer bijmaken. Maar ik kan geen grondstoffen bijhalen omdat hij mijn slak elke keer kapot maakt. Ik ga dit verliezen. Dit is een win voor hem. Hij sloopt meer gebouwen en meer. En ik moet meer troepen bijmaken, maar het is veel te duur en veel te lastig. Ondertussen heb ik wel weer een slakken daar staan. En die sloopt hij ondertussen ook weer. Ja, weet je, ik denk dat dit een verloren zaak is. Ik had van hem heel veel gesloopt in het begin. Hij was rustig af aan het wachten. Heel slim. Super slim. Maar dit was niet heel goed allemaal. Oh jee. Oké. Ik denk dat ik geen schijn van kans meer maak, jongens en meisjes. We kunnen nog even proberen. Hij heeft ondertussen iemand die schiet. En ik kan niet terugschieten, want ik heb geen shooter die terugschiet. Nou heb ik er wel eentje, die kan terugschieten. Deze aapjes kunnen als het goed is schieten, slakken inzetten. En die aapjes schieten hem kapot. Oh, maar er komen weer nieuwe troepen aan van hem. Nooit! Ah, hoe ga ik dit nou nog doen? Ik ga dood. Dit is die end. Hij komt nou met al zijn troepen dit doen. En ik kan nog één keer die aapjes inzetten. Dat gaat nog één keer. En dan ga ik toch dood, want hij is nou mijn hoofdgebouw in het slopen. En ik kan nog wat dingen hier gaan bouwen. Heeft allemaal geen zin meer, want ik ben dood. Games for Real heeft me verslagen. Wie had dat nou gedacht, jongens en meisjes? Normaal ben ik altijd zo goed geweest in dit spel. Ik heb altijd alles gewonnen. Dit scherm heb ik zelfs nog nooit gezien. Maar hij heeft gewonnen. Wat een gozer, wat een man. Hij heeft me ook echt gewoon finaal hard kapot gemaakt. Oké, we kunnen nog wat kisten openen, zie ik. Ik heb hier bij mijn trofeeënpad nog wat meer dingetjes. Ik kan dit claimen. En ik zie daarboven... Oh, kan ik dit allemaal claimen? Nee, dat nog niet. Wel. We gaan in ieder geval dit dingetje claimen. Maar we hebben ook nog een kist die we kunnen openen hier, als het goed is. Ja, hier, kijk dan. We kunnen ook de season pass ontgrendelen. Die kunnen we misschien ook kopen als we dat willen. Maar we kunnen in ieder geval nu eerst deze gratis kisten openen. En ik zie... Oeh, Lucius. Hé, maar het dingetje is dat hij heeft gewonnen. Dat komt gewoon omdat hij meer trofeeën had. Hij heeft dit veel langer gespeeld dan ik. Ja, dat is het gewoon. Daarom hebben we verloren. Misschien moeten we ooit een rematch doen. Zouden jullie dat willen zien? Oh, kijk, hiermee had ik gewoon kunnen winnen. Met Falcor had ik gewoon kunnen winnen. Ik wil een rematch. Ik ga dat een keertje aanvragen. Misschien wil hij dat wel. Een keertje een rematch. Ik vond het wel heel leuk in ieder geval. Je moet dus met die slakken... Of ik zei geen slakken. Waarom zei ik slakken? Krabben. Moet je resources verzamelen. Grondstoffen verzamelen. Daardoor kan je dus weer meer bouwen. En daardoor kan je ook weer meer troepen maken. Troepen die maak je dus in één keer. Die kan je allemaal sturen in één keer. Wat is een goede tactiek? Ik weet het nog niet helemaal. Laat er in ieder geval ik met een like achter als je dit leuk vond. Misschien gaan we dit vaker doen tegen Games for Real als je dat willen. Laat een like achter, abonneer voor meer. Check het linkje in de beschrijving voor meer informatie. En download de game ook als je wilt. En tot de volgende keer weer.